zingt er met ons mee. Wie heeft er ooit gehoord van het ruimteschip met pinguïns aan boord? Zetje! Mitchell! Mitchell! Kevin! 3, 2, 1, Pinguïn! Mag het licht aan? Hoi, Omi! Dag, poppenkindje! Oh, wat sta jij te trappelen? Heb je lekkere trek? Nou, een klein hapje misschien. Heel goed, komt eraan. Ik geloof dat ik nog wel wat lekkers heb, liefie. Ik maak dit recept al jaren. Zelfs al voordat ik je opa leerde kennen. Oh, wat gaat het snel, wat vliegt Heeft het u in een bakkerij gewerkt? Och, rotjes, nee. Ik maakte dit altijd voor de jaarlijkse braderie. Ik weet nog goed dat ik toen chance had met een zeer aantrekkelijke jonge deken. U sliep toch met een dekbed? Oh nee, poppenkind, een deken. Dat is iemand van de kerk. Wij kenden elkaar uit de dorpskerk. Oké, snap ik. Nou, deze jonge deken zou wel even de slingers voor het feest ophangen. Hij zei dat hij het wel alleen kon, maar zoiets lukt niemand. Maar hij moest en zou het in zijn eentje doen. En toen, Omi? Ja, niemand mocht hem helpen. We mochten zelfs niet eens die gammele ladder vasthouden waar hij op stond te wankelen met zijn slingers. Maar hij kwam wel gevaarlijk dicht bij mijn taartjes. En hij maar roepen, het gaat goed. En? Nou, laten we zeggen dat de deken daarna flink gestoomd moest worden. Gestoomd? Hij was zo vol van zichzelf en ik zag het al aankomen. Die ladder stond ook zo ernstig te wiebelen. Goed, en toen ging het dus mooi fout. Hij zat onder de taart. Licht, schilderen op nummer. Joepie. Te gek. Perfect voor een artistiek genie als ik. Kijk eens, het is een hond met een parapluutje. Ja, dat heet surrealisme. Nou goed, je hebt gewoon je bril niet op. Natuurlijk niet. Als kunstenaar heb je geen bril nodig. Ik ben meer een soort van artistieke bon vivant. Bon vivant, wat? Omi zei het laatst een keertje. Het is een Frans woord voor... Le obscrapeur. Ik noem het liever een kunstenaar. Dat is hetzelfde. Je moet naar het nummertje in het vakje kijken en dan die kleur verf pakken. Die nummertjes... zijn best wel klein, hè? Ben je gek? Het is juist een uitdaging om door de patronen heen te breken. Op zoek naar een nieuwe kunstvorm naast het vingerverven. Weet je wat? Ik zal beneden je bril wel even voor je halen. Waar ligt dat ding? Oh, laat toch. Ik kan dit heus wel zonder bril. Ook zonder jou, trouwens. Het wordt natuurlijk nooit zo mooi als met vingerverf. Maar mijn artistiek genie maakt het allemaal weer goed. Ga je gang, Picasso. Ik kan haast niet wachten tot het op de koelkast hangt. Ben je fijn aan het kleuren? Nee, niet echt, nee. Dat lijkt helemaal niet op het voorbeeld. Oké, dan. Maar laat die van jou eens zien. Nee, eerst het jouwe. Wat is dat voor blauw ding? Volgens het voorbeeld is het een bruin ding. Omdat ik het voorbeeld helemaal niet nodig heb, blinde kip. Ik vind mijn eigen idee veel leuker. Mag ik weer? Gelukkig weet ik wel hoe je echte kunst moet maken. Want ik ben een bon vivant. Goed, ik geloof dat het tijd is om jouw artistieke talent wat ruimte te geven. Ik ben weg hier. Veel plezier in je eentje. Zal ik zeker. Ik wil je niet eens in de buurt hebben. Hmm.
Uw techniek is verbluffend, dokter. Morgen. Bonsai! Voorwaarts en supersonisch vooruit! Kan nog iemand misschien een kopje thee? Wij zijn op weg om honderden, zo niet duizenden ruimtevaarders van een wisse dood in de duisternis te redden. Het ligt in de vuurtoren van het Bermuda-sterrenstelsel dat waakt over de piep-piep-vroom-vroom-golven is uit en wij steken het weer aan. Klinkt spannend niet? De piep-vroom-toet-wat-golven? Ja, dat is nog niet zo moeilijk. We hoeven er straks waarschijnlijk alleen maar een lampje te verwisselen. Wauw, dat is leuk speelgoed. Ik ben een bon vivant. Ik heb totaal geen verstand van... Die vuurtoren is eigenlijk meer een soort van stoplicht. Daar kunnen de ruimtevaarders aan zien of er nog grote meteorieten of schepen aankomen die ze moeten ontwijken of omzeilen. We werken momenteel aan een apparaat dat het stoplicht tijdelijk kan vervangen. De echte vuurtoren wordt gerepareerd, zodat die weer helder kan schijnen. Veiligheid gaat voor alles. Dan staat hij weer te stralen als de kerstboom. Je weet wat men zegt. Kijk links, kijk rechts en nog een keer. En wees een heer in het verkeer. Je ziet, we denken allemaal mee. De ruimtevaarders hebben nu in elk geval weer een rood signaal om op af te gaan. Dat hebben we dan maar weer goed gedaan. Dat vind ik ook. En dat kleine ruimteschip van ons is het enige in het hele heelal dat klein en behendig genoeg is om door de piep-piep-vroem-vroem-golven te gaan zonder schipbreuk. Fijn, niks te vroeg. Maar wat wil je dan dat ik doe? Nou, ons plan is werkelijk onfeilbaar. Op één klein detail na. En dan is het mijn beurt. Helaas, onze briljante dokter is zo kleurenblind als een vink. Ik als gezagvoerder zal zijn taak verder overnemen. En wat deed je ook alweer? Goed, juist. Wij houden hier op het schip alles in de gaten en Captain Zedjel daalt af. Hij gaat beneden het bedieningspaneel besturen en moet voortdurend aan de knoppen draaien. Jawel! Ik ben de beste man die met klopjes draait die er is. Ik probeer het schip goed in bedwang te houden. Precies, de noeste arbeider. Wij kunnen jouw hulp hier goed gebruiken. Als kunstenaar? Als Florence Nightingale. Ja. Zoiets. Je moet me helpen om vanaf het schip de kleur van het noodsignaal te alle tijden correct te houden. Ons licht in het duister. Oké, dan. Kleuren zijn nou net mijn sterke kant, weet je. Je staat er gekleurd op. Oh, en dan is Kevin mijn trouwe assistent. Trouwe gekleurde terzijde assistent. We naderen de vuurtoren, Captain. Goed. Wiens beurt is het? Nou, daar gaat hij dan. Het landingsgestel versie 3. Hoppa! Het is nog maar een prototype, hoor.
ziektezalige nog wel uit? Dat hoop ik wel! Eindpunt, allemaal uitstappen. Ik hoop dat ze thuis zijn. Je bent te laat. Hé? Dat zegt u net. Luister jij eens, Lampie. Kevin? Hij zegt dat er nog een schip aankomt. Captain? Moet een schip aan Captain over? Wat moet die nou weer? Hallo? Captain, er komt een vrachtschip met grote snelheid op de vuurtoren af. En die is tot de nok toe gevuld met porselein en kristal. Wie zijn dat? Dat schip heet de Porseleinen Stier. Als we niet gauw maatregelen nemen, knalt die vrachtschuit op de vuurtoren en vliegt straks het 80-delig servies door de ruimte. In miljarden stukjes. Dan zullen er een paar bordjes stuk vallen. Wat maakt het nou helemaal uit? Big deal. Ik moet me rustig op mijn show voorbereiden. Captain, als de vuurtoren geramd wordt, bent u ook het haasje. Maak je geen zorgen. Ik heb hier alles onder controle. Fijn. Captain, is het een idee als wij de Porseleinen Stier tegemoet vliegen om ze te waarschuwen voor de vuurtoren? Stel het maar voor. Ik stel voor dat wij de Porseleinen Stier tegemoet vliegen om te waarschuwen voor de vuurtoren. Uitstekend! Dan zullen Kevin en ik ons van onze nobele taak kwijten. Als twee ware bon vivants, toch, Kevin? Dit is Captain Zizel voor mijn, mijn schip. Over, schip! Hier is het schip. Mitchell, Captain. Ze gaan te langzaam. De Porseleinen Stier komt eraan en we weten niet of we ze op tijd kunnen waarschuwen. We hebben dat noodsignaal nodig. Is alles onderhand op orde? Dit is, de man die zo meesterlijk aan de knoppen draait. Mitchell. En ik druk op de knop van de dinges. Achteruurdinges! Jawel. Kevin. Oh. Wacht. Oh. Zo, daar was domme kracht voor nodig. Aanschouw het wonder! U heeft nog minder dan een minuut om het noodsignaal aan te zetten. Anders is het met ons allen gedaan. Wat? Wat gebeurt er? Oh. Maak je riemen vast. De mist is hier behoorlijk dik. Wat een rare mist. Fascinerend. Dit verschijnsel komt alleen maar in dit ruimtekwadrant voor. De groene kwadrantmist van de supernebula. Oh jee. Door dit vreemde natuurverschijnsel kunnen we geen contact leggen met de captain of de Porseleinen Stier. Ik zie geen pest. Ik kan door die mist niet navigeren. Dus zal ik hem moeten parkeren tot het weer optrekt. Captain, het wordt hoog tijd dat dat noodsignaal gaat werken. Want dan hebben we eindelijk weer een goed visueel contact met u. Ja, over en uit. Ik zoek de juiste frequenties. Nou, Kevin, hoeveel pinguïns heb je nodig om een lampje te verwisselen? 4. En een klein meisje. Nee, het is een mop, oké? Dan moet jij zeggen, weet ik niet, hoeveel dan? Oké, goed. Hoeveel pinguïns heb je nodig om een lampje te verwisselen? Weet ik niet, hoeveel? 1, als ik het maar ben. Gouwe bak. Hey, goeie zaal, dank u wel, bedankt. Nou, u vraagt, wij draaien 50 poppen van envelop. Soms is het eenzaam aan de top. Mijn tweede liedje. Ik snap hem niet. Dat maakt niet uit, als ik hem maar snap. En de finale! Mag
hartelijk een applaus voor de man die aan de knoppen draait. Wat? Oh, het is wel mooi. Maar klopt dat wel? Captain, bent u daar? Is alles in orde? Alles, kids, dokter. Oh, yeah. Maar Captain, als ik niet voorzichtig ben met... Zeg, Doc, niet nu goed. De show draait net lekker. Trouwens, ik weet wat ik doe. Let maar eens op. Woehoe! Captain? Het lijkt niet dat ze nou blij zijn. Wat voor kleurlicht is dat? Dat is groen. Oh jee. Het ziet er niet best uit. Niet echt. Kijk, het noodsignaal is op groen gesprongen. Huh? Oh! De porseleinen stier denkt dat hij gewoon rechtdoor kan vliegen. Captain! Oh, Captain! U moet het noodsignaal onmiddellijk weer op rood zetten, hoor. Dus luister goed naar mij, dan help ik u verder. Nee! Hulp? Nee, nee. waar heeft u het over met uw hulp? Ik zal wel eventjes gauw contact opnemen met die porseleinen stier. Dan kan ik eens even met ze babbelen. Maar ja, het gaat hier lekker. Bedankt! Hoe gaat hij daar? We moeten er als de bliksem heen. Wat kunnen we doen? Daar hebben we het onderweg wel over. Scheepvaartbericht, scheepvaartbericht. Alarm, alarm. Let niet op het uitnodigende groene licht en maak meteen rechtsomkeerd. Het telt dus niet. Captain, repareer het noodsignaal. Ja, dat noodsignaal. De porseleinen stier stond anders echt niet. Groot gevaar. Ijs de zeilen, anker neer, de handrem. Dit keer is het mede. Ja, het loopt uit de hand, ik weet het. Hé, wacht. Wat? Dan kan ze hier. Oké dan, ik ga het zeggen. Stuurboord en sluit die patrijspoort. Ze zijn een beetje boos. Wat? Later, Kevin. Ja, ik wil zeggen dat schip... Ja, weet ik. Maar ze hebben wel een goed plan. Oh, is dat zo, Kevin? Bel jij dan dat schip als je het allemaal zo goed weet? Dit kun je best, Sigil. En als het je niet lukt, vraag dan om hulp aan Kevin. Als je zo koppig blijft doen, gaan we er allemaal aan. Ik snap best dat jij de captain bent, maar daar schieten we nu even heel weinig mee op. Kevin, ik loop een beetje vast. Kun je me helpen? Ha? Huh? Kevin, ik loop een beetje vast. Kun je me even helpen? Briljant! Kevin, wij zijn een genie! Mijn beste lampen, wij hebben jullie hulp nodig. Volg mij. Ha! Ik moet het allemaal nog zien. Nou, volgens mij is het hem aardig gelukt. En nu allemaal samen. Wat verder dan achterin. Ja, voel de passie! Ik geloof dat het gelukt is. Logboek. We schrijven zo rond de middag. Bijna hadden de verraderlijke piep-piep-vroem-vroem-golven van het Bermuda-sterrenstelsel ons verzwolgen. Maar dankzij mijn bezielende leiding en een beetje hulp van Marlies kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht. En trouwens, door mijn proefoptreden bij onze lampvrienden ben ik erachter gekomen dat mijn show niet alleen maar draait om de juiste belichtingseffecten. Daarom stort ik mij nu op comedy! Zeg, Kevin! Klop, klop! Binnen? Nee, dan moet je zeggen, wie is daar? Oh, wie is daar? Wacht, ik begin opnieuw, oké?
Wakker. Nou, goed. Komt-ie. Luister. Klop, klop. Wie is daar? Harry! Jij heet geen Harry. Weet ik. Dat hoort bij de grap. Oh, sorry. Kom maar in, Harry. Waarom wacht je niet? Hey, is Harry soms zijn tweede naam? Nee. Herman. Dat is top secret, Mitchell. Als je wil overgooien. Oh, Jeroen. Oh, Jeroen. Het spijt me. Ik deed zo rot daarnet. Het was niet zo bedoeld. Ik ben blij dat je terug bent. Alleen mijn schilderij is helemaal verpest. Ik heb niet eens genoeg verf om het af te maken. Ach, zand erover dan maar. Kijk eens, ik heb nog een heleboel soorten verf over. Ik heb niet het voorbeeld gevolgd, dus pak maar wat je wil.